Kunstenaars die hun wortels in verschillende culturen hebben, buitenlandse kunstenaars in Nederland bijvoorbeeld, kiezen daarmee ook waar ze de inspiratie voor hun werk zoeken. Gebruiken ze de beelden uit de cultuur van oorsprong, vertalen ze die beelden in andere vormen of zoeken ze een nieuwe weg? In Zeeklimaat drie buitenlandse kunstenaars die elk een eigen oplossing vinden in die confrontatie van twee culturen. Met Barcelona. Zover dat in Nederland is het altijd al problematisch. Want dan krijg je altijd die vervelende vragen zoals ben je nou een Catalaan of ben je een Nederlander? Oké, ja, daar kunnen we altijd wel een antwoord op geven. Dat hangt ook van mijn humeur af. Maar uiteindelijk ben ik natuurlijk gewoon een simpelweg een product van de opvoeding van mijn ouders. Ik ben op het eerst een kunstenaar, een schilder. En dan ben ik een Marokkaans-Nederlander. Of Nederlands-Marokkaan, ik weet niet. Ik denk meer een Marokkaans-Nederlander. Wat echt voor een kunstenaar belangrijk is natuurlijk de vrijheid. En die vrijheid die heb ik hier gevonden. Dat betekent dat hij toch wel heel veel grenzen kan verleggen. Ik kan alles doen wat hij wil. En dat is een van de dingen die daar ontbreken. Dus de bepaalde dingen die ik hier zou kunnen maken met een bepaalde kritisch kijk, zouden daar bijvoorbeeld niet geaccepteerd worden. 78, 79. Jaarwisseling in Amsterdam. Mens, architectuur, stad. Maat van menselijke begrippen en waarden. Water, grachten en lucht. Kroegen zeer voordelig en gezellig vergeleken met Parijs. Paradijs. 79, zomer, Vondelstraat 12. Vier weken werkend en intensief kennismakend met Amsterdam. Rijksmuseum, Stedelijk, Pijl, Stoffer, Leidsplein, Wadden. 89, vanuit Parijs terug naar Amsterdam. Bij uitstek het juiste plek voor mijn kunstenaarsleven. 1991, nog steeds. When you can see something that you can wait for like that room, mijn naam is Manel Espar-Vegasca. Ik ben in Barcelona geboren in 1959. Toen ik een jaar of vijf was, zijn mijn ouders naar Nederland verhuisd. In Nederland ben ik naar een academie gegaan in Enschede. De kunstacademie in Enschede en Atelier 63 in Haarlem. Na Haarlem ben ik in Amsterdam gaan wonen. En ik woon nu sinds anderhalf jaar in Barcelona. Van die? Ja. Waar is? La Vanguardia. Kan je dek? Ik heb drie jaar geleden een tentoonstelling gehad in Madrid. Met een stel andere Nederlandse kunstenaars. Dat is een confrontatie met Spaanse kunst. Eenmaal in Madrid beviel me het klimaat wel wat. Dus wat hier mogelijk is. En toen rees bij mij het idee, nou, ik ga een tijdje in Spanje wonen. Ik wist nog niet precies waar. En eenmaal in Nederland weer aangekomen, hoorde ik van iemand dat ik een tentoonstelling hier in Barcelona kreeg. Er heerst een sfeer waarin internationaal gezien toch wel leuke mensen hier naartoe gaan. Er worden goede dingen gemaakt. Dus er is een sfeer die ik in Nederland niet meer zo voelde. Is dat een soort onvrede met het Nederlandse klimaatmentaliteit? Nou kijk, Nederland is natuurlijk een prachtig land. Want, ik bedoel, je sterft ook niet van de honger. Dus in zoverre is iedereen gelijk. En dat is natuurlijk een mooi streven. Alleen wat dat weer betekent is dat op een gegeven moment
eigenlijk niemand meer tot een uiterste gaat. En hier merk ik wel dat, omdat er dus al die sociale voorzieningen nog niet zo goed werken, ben je zelf gedwongen veel meer te werken, harder te werken, meer te incasseren. Ook. En dat is op zich een bewustzijn waar je veel aan hebt. Je wordt niet zo slap, niet zo gezellig. Want het is, Holland is toch wel vrij braaf wat dat betreft. Dat is een heel mooi stuk voor mij. Vooral als ik 's ochtends daar in de buurt loop. En zo ongeveer 5-6 uur 's ochtends en zulke dagen. Dus daar we zeggen, beken bewolkt en de zon schijnt vandaar. En dan opeens krijg ik een hele mooie verspiegeling van de bomen in de kracht. Dat is een soort, een hele mooie plaat tussen lucht, zon, water. En de bomen midden in een stad, dat is een feit voor mij dat heel belangrijk is dat in de stad water is. En dat spiegeling van de water, dat is een soort, dat zei een schilderij van Ruisdal of zoiets. Of Lorraine, weet je. Zo'n wat zwaarmoedige gevoel, ja. Ik ben Blind Evren, geboren 06-11-55 in Sparta, Turkije. 67-75 Lycée Galatasaray, Istanbul. 76-79 EDC, Parijs. Op een gegeven moment kwam ik naar Nederland. 81-83 Atelier 63 Haarlem. Mijn vriendin heet Sita Plantinga. Het verleden vertelt ons veel. De mens is onderdeel van geschiedenis. Zijn wortels zijn waarachtig. Echter, de vrijheid van een kunstenaar krijgt pas betekenis wanneer de kunstenaar zijn talent aanwendt om een nieuwe visie te ontwikkelen. Om zelf een concept te creëren dat vorm geeft aan de continue stroom van kunst. Mijn diepste gevoelens liggen misschien in een vaderland. Misschien daar buiten. Het uiteindelijke doel is creatie. Als je jezelf zo instelt van ik ben er hier en ik kom van elders anders. En mensen vragen nog steeds waar je vandaan komt. Je moet gewoon je positief daar kunnen instellen en gewoon vertellen waar je vandaan komt en waarom. Dat is op geen moment wel een beetje storend dat je wil ook graag over je ervaringen praten, over je kunst praten, over allerlei andere dingen en niet per se steeds dat afkomstprobleem. Dat was wel op geen moment zo van, het is nu genoeg geweest. Nu wil ik alleen maar mijn schilderkunst en kunstenaarschap laten praten en niet steeds dat afkomstprobleem. Ik heb
na de laatste aantal jaren toch heel sterk mijn eigen weg gevonden. Mijn vormtaal is in een duidelijke manier een ontwikkeling gegaan, dat ik deze dingen met een bepaalde nostalgie terugkijk. Er zijn zoveel goede dingen gemaakt en ik moet nog doorgaan. Tegelijkertijd komt hij uit een omgeving waar hele andere dingen aan de orde zijn. Waar hele andere dingen uitgedrukt willen worden. En het spannende van Noureddin is dat hij dat gevecht op het scherp van de snede aan wil gaan. Dat hij wil aangaan de concurrent. Mijn naam is Noureddin Jaran. Ik kom uit Marokko. Ik ben in Casablanca geboren, 1956. Ik ben 75 tot 79. École des Beaux-Arts in Casablanca gezeten. Dat is een kunstacademie. En daarna ben ik naar Nederland gekomen. Vanaf 79 tot 83 heb ik op de kunstacademie in Enschede gezeten, de AKI. Ik woon in Enschede en ik ben getrouwd en ik heb twee meisjes. In mijn werk is het nog steeds de dualiteit. Je hebt dingen meegenomen en hier krijg je dingen bij. En nu moeten ze even samen gaan. En dat is het onderzoek die ik nog steeds mee bezig ben. Van moet ik alleen dingen die ik vandaar heb gebruiken? Of beide? Of alleen de dingen die ik hier doe? Of wat zal de toekomst brengen? Wat kan veranderen natuurlijk? En die visie van wat ik nu heb. Dit schilderij, Rising from the Roots, uit 88. Is ook de voorstelling is wat abstracter geworden. En het is een duidelijk, als je de titel bekijkt, Rising from the Roots. Dus de achtergrond die gaat iets omhoog. Die gaat de schilderij bijna verlaten. Er staat eigenlijk niks. Niks duidelijks of zo, maar het is gewoon een paar losse Arabische letters. Maar dat het refereert gewoon voor mij dus aan het Arabisch, of aan het Marokko dus. En hier is het nieuwe wereld die ontstaat. Dus dat is ook voor mij ook meteen, denk ik, Nederland, het Westen hier. En je ziet dat gewoon een soort gordijn die omhoog gaat. Dus die neemt ook het Arabisch schrift mee. En hier is een nieuwe wereld aan het ontstaan. Maar het blijft ook een beetje onduidelijk. Zo van, gaat het omhoog of gaat het omlaag? Het is toch een beetje een soort vraag weer. Ja, dat hoor ik ook vast vaker. Mensen zeggen, nou ja, voor jou is het misschien wat makkelijker, omdat je toch wel over twee culturen kan meepraten. Maar je moet niet vergeten, er zijn er voordelen, maar er zijn ook nadelen. Het is zo moeilijk om steeds met die twee visies te werken. Je bent steeds maar met het dubbel kijken bezig. En als je dit schilderij is, zit ook een heel duidelijke confrontatie tussen die twee culturen. Want hier zijn ook twee beeldtradities dus bij elkaar gebracht. Dus aan de ene kant een oude miniatuurtje uit de 11e, 12e eeuw. Van een engel die muziek maakt. En hier is gewoon de schilderij van de Matisse, de danseressen van Matisse dus. En ik heb geprobeerd om een soort choreografie van te maken. Dus hij maakt muziek, de danseressen die gaan op dansen. En hier staat er ook Matisse en de Arabische kunst. Dus een soort harmonisch beeld van die twee culturen. Ik zit met. Ik doe dat nog toe.
Je moet in een atelier wat ten eerste niet eens van jou is. Dus dan moet je helemaal overleven. Je moet de evil spirits eruit slaan. Dus je schildert hem opnieuw, je probeert te wennen. En dan kom je er ook echt achter. Er is geen één dingetje is van jou hier. Helemaal niks. Dus je moet als een gek moet je weer jezelf terugvinden. Terwijl je ook allemaal nieuwe beïnvloedingen ondergaat. En dat is heel fascinerend iets. Dat zou ik iedereen aanraden. Mijn werk, als we dus zeg maar de menselijke conditie beschouwen als een absurditeit, dan maak ik dus eigenlijk schilderijen die ook absurd zijn, maar waarin dus ik niet alleen de absurditeit wil laten zien, maar die ook verfijn tot iets wat beeldend ook mag bestaan en moet bestaan. En dat is iets wat, nou ja, dat is wel mijn persoonlijke relatie tot de kunst. Dat kunst moet voor mij altijd gaan over iets wat zeer menselijk moet zijn. Dus niet niet slechts alleen een idee, maar het moet daadwerkelijk ook beleefd zijn door jezelf. Ik bedoel, daarom is in Barcelona, ik weet niet of iedereen zo zal kijken zoals ik, maar ik weet wel, sinds ik hier ben, maak ik zoveel absurditeiten mee. Ja, en die kan ik dus wel gebruiken voor mijn schilderijen. Terwijl in Amsterdam, omdat dus werkelijk, het is niet bloedzaai daar, maar de verschillen tussen het een en het ander, die worden op een of andere manier opgelost. Dus het bestaat niet. En daardoor was mijn laatste tentoonstelling eigenlijk, het leek eigenlijk precies zoals Amsterdam moest zijn. En dat was niet wat ik wou. Hier in Catalonië, waarvan iedereen gedacht had, omdat ik dus hier geboren ben, omdat mijn werk zo ontzettend Spaans was, zo ontzettend Catalaans was, zoveel materie zat, zoveel emoties, zoveel on-Hollands was, zou het hier ontzettend aanslaan. En wat merk ik met mijn werk? Dat het hier nog moeilijker blijkt te zijn dan ik het in Nederland al heb. Dus erkenning, ja, tralalala zou ik zeggen. Wat wel een rol speelt, is niet zozeer Nederlands, Spaanse cultuur, maar is in ieder geval wel dat mijn werk altijd over cultuur gaat. Wat mijn voordeel eigenlijk is dat ik dus twee culturen bezit. En daar kun je dus altijd uit kiezen, maar het betekent niet dat het ene beter of slechter is of dat ik aan de ene meer heb. Maar waar ik dus wel ontzettend veel aan heb, is dat ik er dus twee heb. Je accepteert op een gegeven moment, en dat is wel het belangrijkste, dat het onzin is om te kiezen. Je bent ergens geboren, dus ik bedoel, daar zijn gewoon de wortels, een of andere manier. De plek is heel belangrijk. Maar mijn mening is, als je dus breed gaat denken en als je je kunstenaarschap uitoefenen, een hele belangrijke fetus voor je, dan
En zoek je die plekken waar je dus dat kunt uitoefenen. Als kunstenaar heb je op een gegeven moment gecreëerd je eigen omgeving. Dat is echt heel fundamenteel voor die persoon. Dat waar dan ook, je moet je eigen visie kunnen doorzetten en eigen waarden kunnen houden. En dat kun je dus wel in Nederland. Je wil je wortels natuurlijk niet vergeten. Je moet je niet laten gaan met die feiten van ik ben daar geboren, ik ben nu hier. En een soort hele polemiek tussen de twee continenten. Dan verlies je je concentratie. Ma peinture se propage, ma vision s'éclaire, se fait chair, ma compréhension du monde matériel et immatériel s'applique, se forme en peinture. Le squelette du matériel s'étend, se fait corps, ce corps aime la peinture, ce corps aime mes couleurs. Le métal se reflète, la lumière absorbe le regard, métal nu, métal peint, métal léger, métal lourd, mental est ma peinture, émotion est ma peinture. Ma vie et la peinture. In deze tekst praat ik over dat het schilderen is een bepaalde manier een visie. Die visie krijgt licht en die licht is een immateriaal iets. Je probeert deze immateriale gevoelens tot een lichaam te brengen. En daar zeg ik ook dat één kant is dus de metaal. Eén kant de emotie en de geest, en aan de andere kant schilderen. Ja, ik heb hier een foto van mijn schooltijd, de lagere school. Het is een van de weinige foto's die ik nog bewaard heb. Daar ben ik blij mee. En gewoon een schooltje uit de buurt. En deze is gewoon van mezelf. Het is ook een van de weinige foto's die ik uit mijn vroege tijden heb. Ja, nou, omdat ik nu buiten Marokko dus leef, of woon... is de sociale controle weggevallen van de islam. Wat hij daar altijd meemaakt, dat scherpe controle, die is weggevallen. Ik ben dus vrijer. En daar kijk ik ook kritisch tegenover mijn achtergrond. En kritisch, maar ook objectief, beide. En die waarnemingen die wil ik gewoon toch proberen te koppelen aan de kunstgeschiedenis. Wat ik nu meemaak. Het is ook een van mijn streven, dus in het laatste werk, is proberen of streven dat de Arabische kunst ook een volwaardige plaats krijgt naast het westerse cultuur. Wat tot nu toe nog niet is gebeurd. En
En ook die misverstandingen die zijn, ook een beetje proberen weg te elimineren. Ik weet dat het heel moeilijk is, maar proberen tenminste een eerste stap te maken naar dat gelijk schakeling zeg maar, van die twee culturen. Als je al begint met die clichés weg te doen, dan ben je al een stap verder. Na 12 jaar, ik ben voor het eerst naar Istanbul teruggegaan. En ik heb oude bekende plekken gezocht. Dat is de uitzicht van achtertuin vanuit mijn lyceum. Ik ben daar ongeveer 8 jaar gestudeerd. Daar zie je Topkapi-paleis, Hagia Sophia en Blauwe Moskee. Mijn ouders wonen in het Aziatische kant, dus met een boot kom je naar de Europese kant. Dus dat was na 12 jaar voor het eerste keer dat ik zo'n beetje vanuit de boot kon kijken en een kopje thee drinken en een sigaretje roken. Hoe mooi was dat. Uiteindelijk als mens, je staat altijd op een brugje. Je pakt van vroeger, bijvoorbeeld in de kinderleeftijd, dingen, die ervaringen opeens komen bovenop. De ervaring ze hier, dat wel. Niet daar op de plek zelf of zoiets. Maar dat maakt toch niet uit. Want dat is ons sterke punt, dat we een hersen hebben. En in een hersen kunnen we dingen in kunnen slaan. En later toch wel weer in een rustige manier uithalen. Nou, zo zal ik kunnen uitleggen dat ik dat hier gevonden. Hier heb ik als klein kind tot mijn vijfde, zesde, kun je wel zeggen. Heb ik hier, was dit mijn rijk? Ja, ik was natuurlijk 5, dus ik kwam niet verder dan hier. Dus ik klom altijd hier zo op. En dan probeer ik over die muur te kijken, maar ja, ik zag het dus nooit. Ik kon het eigenlijk alleen maar zien vanaf het moment dat ik eigenlijk in Nederland was. En daar dus opgroeide. En toen ik terugkwam, ja, toen kon ik over die muur kijken. Ik voel me zeer thuis hier. Ik bedoel, elke steen, elk papiertje, elk geluid bevalt me meer dan in een andere stad. Het is net even alles op zijn plek valt hier. Ik ben van mijn vrienden, die is Kawarsa Kwanje. Ja. Dus de confrontatie tussen de Arabische wereld en de Westerse wereld. Voor mij moest het gewoon nu gebeuren. Want ik had gewoon de goede bagage voor. Maar dat moest je ook natuurlijk aandurven. Dat is een kwestie van durven ook. En ik dacht, nou, dit is het goede moment om dat te doen. Omdat ik gewoon zeker van mezelf was. Sí.
Het Klimaat en Double Dutch, een serie tentoonstellingen van buitenlandse beeldende kunstenaars die in Nederland wonen en werken, loopt tot en met 30 juni verspreid in musea en galerieën over heel Nederland.